De titel van mijn column is Kerstgedachte. Geen gelummel, bouw een tunnel. Een niet geheel gelukte rijmelarij waarvoor een beetje Sinterklaasgedicht zich zal generen. Maar wat geeft het? De titel van een door de Raad van Nijmegen aanvaarde motie met deze woorden... is wel mooi het resultaat van een innige samenwerking van GroenLinks en de VVD... Om de files in Nijmegen tegen te gaan. Terwijl Sinterklaas nog rustig rondrijdt, straalt deze motie een vroege, links- en rechtsverbindende kerstgedachte uit. Een baken van hoop en vertrouwen in de huidige polariserende wereld. Want gepolariseerd wordt er, niet alleen in het Pietendebat en het vuurwerkdebat, ook op verkeersgebied. Fietshemel of autohel? That's the question. Polariserender kan de digitale poll niet zijn. De meerderheid in de Raad van Nijmegen kiest vooral voor de fiets. Iets wat schelders op internetfora en sociale media zeer betreuren. Mijn advies aan die schelders, volgende keer vooral gaan stemmen op een fietsonvriendelijke partij. Voor zover die er is. Want zelfs de VVD wil geen gelummel, maar een tunnel. Let wel voor fietsers onder de energieweg en wie weet op welke plaatsen nog meer. Ook bij verkeersoplossingen is genuanceerd denken mogelijk. Schij uit met polarisatie. Op de weg zijn we samen. De rijinstructeur die afgelopen vrijdag in de krant verklaarde dat die kutfietsers al onze rijbanen inpakken, moet zich diep schamen. Maar vlak wiegen ook niet uit qua polarisatie. Daar woedt momenteel een heuse carillonstrijd. Jawel, er is een particulier initiatief om in het centrum van Wiegen een carillon te plaatsen. Af en toe een vrolijk deuntje, fleurt de boel wat op. Dat is de gedachte. De initiatiefnemers vonden de tuin van de kerk in het centrum de meest geschikte plek. Helaas, omwonenden zitten niet te wachten op nog meer klokken. Dat de pastoor af en toe staat te bijeren is tot daar aan toe. Maar niet getreurd voor de initiatiefnemers. Na een positieve peiling bij de omwonenden ligt er nu het voorstel om dit carillon in de tuin van het kasteel te plaatsen. Wat dacht je wat? Het bestuur van het museum dat in het kasteel gehuisvest is, vindt het drie keer niks en gaat vol in de aanval. Reden? Een carillon is voor een kasteel een wezensvreemd element. Dit is een vorm van hogere kasteelkunde die mijn voorstellingsverbogen ver te boven gaat. Maar er zijn bij datzelfde bestuur ook twijfels of een riedeltje af en toe volgens de Arbo-wetgeving voor de museummedewerkers en ambtenaren in het kasteel niet te storend is. Dat laat ik me graag een keer door de museummedewerkers en ambtenaren uitleggen. Door al dat gedoe kan het huis-aan-huisblad met wekelijks Wiegens lief en leed inmiddels moeiteloos meerdere pagina's vullen met ingezonden brieven van verventen, voer en tegenstanders van het carillon. Bij deze de oproep aan de Wiegese politiek om snel te komen tot een motie met als titel een generaal pardon voor het carillon. Het rijmt iets beter dan de motie van de Nijmeegse collega's. Maar het is zeker zo'n mooie verbindende kerstgedachte.